beste mensen van landen. We gaan het debat vanavond voeren in twee delen. Een eerste deel ga ik met deze heren het over enkele thema's hebben. Debat is een beetje als een goed televisieprogramma. Dat is fijn om naar te kijken, maar het mag niet te lang duren. Philip Klaes, die hier is voor Vlaams Belang. Naast u zit Lorin Parijs voor N-VA. Okay. Naast u Rick Daams, Open VLD, meneer Daams. Naast u iemand die ik beroepshalve als minister moet aanspreken, maar vanavond ga ik u gewoon meneer Geens noemen. Oké. Okay. Naast u een man die hier een thuismatch speelt, want u bent de burgemeester. Maar naast u Dieter van Bezien voor Groen. En dan als laatste, helemaal links, Sander van de Capelle voor PvdA. Heren, politiek gaat over inhoud, dat gaan we vandaag ook doen. Maar ik wil het daar heel even over hebben, dan moeten we het vanavond niet meer hebben over wat als na 25 mei, dan hebben we het even gehad. En meneer Parijs, ik kom bij u. Maar de verkiezingen zijn binnen een maand, dus laat ons alsjeblieft met de voeten op de grond blijven, bescheiden. En we weten allemaal dat het moeilijke werk pas de dag na de verkiezingen begint. Dus wat dat ons betreft, een goede peiling, dat is tof, maar ook niet meer dan dat. Oké. Okay. Meneer Geens, voor uw partij is het een beetje dubbel. Bent u tevreden? Wel, wij zijn zeker nog niet aan de meet, hè, om dat eerst en vooral te zeggen. Ik denk dat er nog heel veel marge op zit, dat er nog veel mensen onbeslist zijn. Oké. Meneer Daams, bij u is het eigenlijk het omgekeerde, of toch voor uw partij? Wat de Vlaamse peiling betreft, maakt het uit dat blijkbaar de oppositie voor de Vlaamse of tegen de Vlaamse regering iets minder gefunctioneerd heeft. Maar dat maakt niet uit, want we maken nu campagne. Meneer De Broeye, ik denk dan aan 1995, toen we een zeer slechte peiling hadden en een goede uitslag. Okay. Nu, we hebben nog een maand om campagne te voeren, om de mensen te overtuigen van ons verhaal, welke de inzet is van de verkiezingen. We zijn er heel hard mee bezig, dus ik hoop op een goede uitslag. Wij zijn ook een van die partijen die mee voor die verandering heeft gezorgd met de zesde staatshervorming, hè, niet te vergeten. Oké, meneer Klaes. Ja, u zegt het eigenlijk zelf, hè. De beste peiling in het land is de echte verkiezing, hè. Niet de peiling van de VRT of VTM of wat dan ook. Inderdaad, enkele dagen geleden zitten wij boven de 10%. In de peiling van VTM gingen wij 3% vooruit. En nu gaan we ongeveer hetzelfde achteruit, op 3 dagen verschil. Oké. Okay. En dan tot slot, heel kort nog meneer Van de Capelle, ook over de peiling voor PvdA. Onze uitdaging is om over die kiesdrempel te gaan. En wat dat belangrijkste is wat dat onze 8500 leden aanvoelen die dat onder de radar werken. Net zoals de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen, scoorden we daar altijd in de peilingen rond de 3%. En we hebben daar 8% gehaald tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Dus, maar over exact 1 maand dan kunnen we nu de definitieve uitslag bespreken. En die zal dus afhangen van wat onder meer hier in landen vanavond gebeurt. Meneer Van de Capelle, meneer Van Bezien, meneer De Broeye, meneer Geens, meneer Daams, meneer Parijs en meneer Klaes. Ik bedank u in elk geval om hier toch op een vrijdagavond 2 uur lang naar een politiek debat geluisterd te hebben. APPLAUS.